Mijn naam is DutchTuber en ik daag jou uit om deze video een like te geven als jij inziet waarom ik mij momenteel in een zeer gevaarlijk scenario bevind hier in Minecraft tegenover deze jongen in een creeper jas. Leuk dat je kijkt naar de video en wij gaan kijken wat deze jongen te zeggen heeft. Hallo jongen, ik hou van explosief. Mijn jas is gemaakt van creeper. Kijk in mijn kist en ervaar het plezier van poel. Ik weet niet of ik ooit zo'n kort, maar toch duidelijk gesprek heb gevoerd met iemand. Naast mijn wiskundeleraar die zei, strafwerk! Dat was ook een duidelijk gesprek. Alleen mijn input vond ik daar wat minder. Dit is best wel... Dynamite. Dynamite keer 10. Dynamite keer 100. Dynamite keer 500. Dynamite keer 1000 en nog een hele hoop andere. Mijn naam is DutchTuber en vandaag nemen wij een kijkje naar de allergekste soorten dynamiet in Minecraft. En dat is eigenlijk TNT. TNT, dynamiet, bommetjes, het is allemaal een beetje hetzelfde. Laten we beginnen met de normale dynamite. Kan dat? Ja, dat kan. Dit is de normale Minecraft dynamite. Jongens. Oké, dus in totaal ongeveer... 9 blokjes. 9 blokjes bij een normale dynamite. Nu de dynamite keer 10. Zie dit als een noob versus pro versus hacker versus notch challenge. Het gaat steeds een stapje hoger. De dynamite keer 10. Dus eigenlijk wat wij net hadden, maar dan dus gewoon iets heftiger. Dus gewoon 10 keer zo. Keer 10 dus. Nu de dynamite keer 100. Ik wil jullie koeien bedanken voor jullie zeer buitengewoon aanwezige houding. En let's go. Oh, jongens, toch. Dit is denk ik geen verstandig. Oké. Dit is wat de dynamite keer 100 doet. En we hebben hem nog keer 500. Oh, ik heb hem gegooid. Wat heb ik gedaan? 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 Dit is... wat de TNT Dynamite keer 500 doet. En er is nog een overtreffende trap. De Dynamite keer 1000. Misschien wel de heftigste Dynamite in heel Minecraft. Jongens en meisjes, ik zou zeggen bereid je voor. Dit is de notch onder de Dynamites. 3, 2, 1. Hatsch, uh-oh. Kan ik dit nog terugspoelen? Want ik weet niet zeker... Oké. En wat als we ze heel snel achter elkaar gooien? Normaal keer 10, keer 100, keer 500, keer 1000. Oh, wat heb ik gedaan? Oh, wat heb ik gedaan? Oh, wat heb ik gedaan? Ik heb ze allemaal tegelijk gegooid. De super noob, de pro, de ultra pro, de hacker en notchwerker samen als dynamite zijnde. Dat is hoe ik dit nu ervaar. En het is echt niet een feestje als je het mij vraagt. Het is misschien wel een feestje. Als het een feestje is, dan is het zeker een knalfeest. Maar ik weet niet of... Oh, wat heb ik gedaan? Jongens, even serieus, beseffen jullie je wel wat voor mega krater ik zojuist heb veroorzaakt in de Minecraft wereld? En dit zijn alleen nog maar de eerste soorten TNT of dynamite die wij hadden. De volgende die wij hebben, dat is de Thunder Dynamite. En wat ik persoonlijk altijd wel leuk vind om te doen wanneer het gaat om bliksem in Minecraft, is een aantal biggetjes neerzetten. Want voor de mensen die de common Minecraft sense niet kennen... In Minecraft is het zo dat biggetjes bij aanraking van elektriciteit veranderen in... in pigment! Oh, ik weet eerlijk gezegd niet of ik daar wel zo blij mee moet zijn. Want pigments zijn eigenlijk uitermate vervelend. Dus we gooien er meerdere! Ja, dat heeft niet heel erg veel zin. Er zijn alleen maar meer pigments bijgekomen. Oké, de volgende die we hebben, dat is de Scatter Dynamite. Ik gooi er een aantal over en weer, want ik heb geen idee wat ze doen. Wacht, is het niet verstandig om eerst te weten wat ze doen van... Oké. Dus wat er eigenlijk gebeurt, ik ga het jullie van dichtbij laten zien door er een aantal neer te gooien. Deze dynamiet die vermenigvuldigt zichzelf terwijl die... explodeert. Super nice. De Troll Dynamite. Maar daar gooide ik hem niet. Oké, nou prima, dan gooi ik hem daar. Geen enkel probleem. Maken we daar toch gewoon een grotere. Ik snap het al.
De Troll Dynamite is ongelooflijk vervelend. Je gooit hem naar een bepaald punt. Laten we zeggen, tussen die twee koeien in. Maar wanneer die afgaat, is dat op een heel ander punt. Het zou dus kunnen gebeuren dat je deze Dynamite gooit naar je tegenstander. En dat die afgaat bij jou. Ik ervaar dat als een issue. Ik ervaar dat als een probleem. De volgende is de Spring Dynamite. Koe, jij bent de gelukkige. Oh jongens, oh deze Dynamite die springt gewoon letterlijk. Deze Dynamite die springt in het rond. En waarschijnlijk als hij dan iemand raakt, inderdaad, dan gaat hij pas af. Dus als ik er nu gewoon een aantal gooi, dan zie je letterlijk... Oh, dit is letterlijk een Dynamite race. Welke Dynamite gaat er winnen? De roze of misschien wel de roze. De roze heeft gewonnen. Geniaal. Oké, wat hebben we nog meer? We hebben nog een hele rij. Ik weet niet of we ze allemaal in deze video gaan afkrijgen, maar ik ga er zekerste weten mijn best voor doen. We hebben hier de Creeper Dynamite. Oké, voor alle duidelijkheid, een Creeper is een groen lelijk beest. Sorry. Misschien ben je van binnen hartstikke mooi. Nee, eigenlijk ook niet, want je explodeert. Dus je bent van TNT van binnen. Sorry, nee, ik kan er toch niet echt een welgemeend compliment aan koppelen. Maar ja, we kennen allemaal de Creeper en hij heeft zijn eigen soort Dynamite. Dus laten we kijken wat dat teweeg brengt. Let's go! Waarom is deze Dynamite zojuist verdwenen in de grond? Guys... Waar gaan ze naartoe? Oké, wacht even. Het enige wat ik maar nu zou kunnen bedenken... is dat wij de Dynamite op een Creeper moeten gooien. Werkt dat dan wel? Oh, jongens! Met deze Dynamite laat jij een Creeper afgaan. Is dat het? Dat is het. Oh, jongens, wat erg. Dus waar het eigenlijk op neerkomt. Laten wij zeggen dat wij hier een creeper farm hebben. Ik weet niet eens of dat een ding is. Letterlijk gewoon een soort van kinderboerderij, maar dan vol met creepers. Als wij dan al deze creeper dynamites erop gooien, zullen deze creepers automatisch exploderen. Yo! Je zag ze echt tegelijk. Best wel als. Best wel als. Oké, het volgende wat we hebben, dat is de sticky Dynamite. En voor de mensen die niet snappen waar die term vandaan komt. Sticky betekent eigenlijk dat het blijft plakken. Dus stel voor we gooien het op de bil van die koe. Dan blijft het letterlijk aan... Oh nee. Het was de bedoeling geweest dat het zou blijven plakken. Oké, volgende. Stel voor ik gooi het op de koe. Blijft het plakken? Ja, het blijft plakken. En ik dacht heel even voor een aantal seconden dat de koe het zou overleven. De volgende is de Death Trap Dynamite. Ik denk dat dit een dynamiet is die alleen afgaat als er iemand... Oh nee, laat maar. Oh, ik snap hem al. Oeh, die is best wel gemeen. Stel voor, je gooit deze Dynamite op een speler. Laten we er even van uitgaan dat de speler in kwestie een koe is. Lijkt me sterk, maar stel voor. Wat er dan gebeurt... Let op. Is dat de speler vast komt te zitten in een mega massief blok met obsidian. Om het maar even bij mezelf te laten zien. Ik zit toch in creative, dus ik kan niet afgaan. Is dit eigenlijk wat er gebeurt? Ja, inderdaad. Ik zit nu vast in een blok met obsidian. De volgende die we hebben is de Slime Dynamite. Dit is dus een dynamietstaaf gebaseerd op slime. En voor de mensen die niet weten wat slime is. Het is eigenlijk gewoon satisfying groen spul. Niet alleen groen. Het komt in feite in alle soorten, kleuren en maten. Laten we kijken wat er gebeurt als we het op een lama gooien. Daar. Jongens. Wat is hier precies? Ah, wacht, ik zie het al. Oh, hij glijdt. Oh, wat naar. Oh, ze glijden. Oh, nee. Slimes zijn ongelooflijk glibberig. En dat is de reden waarom die glijdt. De volgende die we... Zijn jullie klaar? Dankjewel. De volgende die we hebben is de Levitation Dynamite. En voor de mensen die niet weten wat Levitation is. Levitation houdt eigenlijk in dat je omhoog zweeft. En wij gaan kijken wat er gebeurt als we dat op een lama gooien. Jongens? Oh nee! Wat? Are you serious? Oh, wat flauw. Wat flauw. Deze Dynamite. Oh, het is ook helemaal tot en met daar. Ja.
Ik weet niet wat ik hierover kan zeggen. Het enige wat ik mij afvraag is, wanneer stopt dit? Weet je, daar kunnen we maar op één manier achterkomen. Om deze video mee af te sluiten, gooi ik deze Levitation Dynamite op niemand minder dan... Op niemand minder dan... Ik heb hem gegooid, waarom werkt het niet? Oh, waarschijnlijk heb ik juist het effect nu uitgezet bij de ander, omdat ik het voor de tweede keer gooide. Maakt verder ook helemaal niet uit. Ik moet jullie bedankt kijken. Laat in de comments weten, welke Dynamite in Minecraft vond jij het meest episch? We hebben een hele rare Steve ontmoet met een creeperjas. Als jij nou een jas zou mogen hebben van een bepaald soort mob, een spiderjas, een skeletonjas, een zombiejas, een creeperjas of een enderdragonjas, van welke mob zou jij dan in Minecraft een jas willen hebben? Niet gemaakt van die mob hoor, maar gewoon die mob erop geprint bijvoorbeeld. Abonneer op mijn YouTube kanaal hier beneden als jij een opperbaas bent. En ik zeg adios. Lama, het spijt me dat ik je liet zweven. Sorry.